Het is weer vakantie en wij gaan u de komende weken laten zien wat er allemaal te doen is in en rondom Helmond. Ga er maar lekker voor zitten, want wat u hier te zien krijgt is alles behalve werken. Ja, de naam zegt het al. DAF Museum. De historie van DAF. Wij beheren het erfgoed van DAF. Van het begin tot de dag van vandaag. En dat wil zeggen dat ook dit DAF Museum is gebouwd op de plek waar de gebroeders van Doornen, Huub en Wim, ooit begonnen zijn in 1928. En nu staat er 7000 vierkante meter. Wie had dat ooit gedacht? En we hebben eigenlijk nog te weinig ruimte, terwijl we recentelijk nog zijn uitgebreid. Maar ja, dat is een museum, er komt altijd bij en er gaat weinig af. Maar hier zie je de hele, zeg maar, productie van de lijn van DAF vanaf het begin, aanhangwagens, tot, zeg maar, nu en de hele personenwagenreeks daartussendoor. Ja, wat men niet weet is inderdaad dat begonnen is met eigenlijk aanhangwagens, dus de opleggers en zo. Nou, de naam DAF komt oorspronkelijk van Doornes aanhangwagenfabriek. Later is dat, toen er motoren bij kwamen, werd het van Doornes automobielfabriek. Maar je hebt helemaal gelijk, het is begonnen met aanhangwagens. Sterker nog, de werkplaats hier, de Smitse, waar het ooit begonnen is, daar is men begonnen als constructiewerkplaats met het maken van fietsenstallingen en magazijnstellingen voor Philips. Wat toen ook een jonge ondernemer was. Nou, later is dat uitgebreid, zoals gezegd, met aanhangwagens. En zo door tot aan de dag van vandaag met vrachtwagens. En natuurlijk de Smitse, zoals wij het noemen, waar ooit begonnen is, die constructiewerkplaats, die is nog origineel en is in de tijd gered van de sloop. Huub van Doornen was 12 jaar toen zijn vader stierf. Zijn vader was smid. Hij heeft geprobeerd de smederij van zijn vader over te nemen. Dus hij heeft 4 jaar lagere school gehad. Is dus noodgedwongen aan het werk gegaan. Maar gezond verstand, gouden handen, heeft hem gebracht tot wat het nu is. Dat is onvoorstelbaar, maar hij is met niets begonnen. Sterker nog, hij mocht hier in de werkplaats van de brouwerij, want dit was vroeger een brouwerij, dit pand. In de werkplaats van de brouwerij mocht hij beginnen met geleend geld van de brouwer. En zo is het ontstaan, nogmaals, met, zeg maar, constructie, later met aanhangwagens en later met vrachtwagens. Maar gewoon door puur ondernemerschap. Dit zijn toch de mensen, Anton Philips is een voorbeeld ook van, die Nederland toch mede hebben grootgemaakt. Klein detail, bestaat de brouwerij nog? De brouwerij bestaat niet meer. De buitenwand, zeg maar, dat is een monumentaal pand, hè? De voorkant van ons museum. De binnenkant, zoals je ziet, niet meer. Dat is een heel modern museum. Maar dat is nog een monument. En dat herinnert nog aan de brouwerij qua vorm.
Wij hebben beneden de tijdlijn staan van de vrachtwagens en de bussen. Dus die hele tijdlijn vanaf het begin tot aan de dag van vandaag en toe. En hierboven waar we nu staan, daar staan de personenauto's, prototypes. Nou, DAF is in 1958 begonnen met een unieke personenauto. Dat was de eerste kleine automatische personenauto ter wereld. Dat was toen uniek. Ik moet er wel bij zeggen dat dat zo uniek was dat niet schakelen was toen niet sportief. He, dus dat heeft ze wel een beetje dwars gezeten. Hij was zijn tijd vooruit, laat ik het zo maar zeggen. Maar die hele tijdlijn van die personenauto's is voor veel bezoekers hier een feest van herkenning. Dan horen we vaak, oh ja, mijn opa had er ook een. Of mijn tante, weet je nog? Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk om die hele tijdlijn te zien van die personenauto's. En met name ook de kleuren van al die auto's die we toen hadden. En daarnaast staan er veel prototypes en ook de autosport waar DAF in die tijd actief was geweest. Van Parijs-Dakar in de trucks met Jan de Rooij tot aan Gijs van Lennep met zijn Formule 3 auto's. Dus heel divers. We hebben een dorpsplein met huisjes, een plein, een garage, zoals het er ook vroeger uitziet. Dan moet je teruggaan naar het begin van de vorige eeuw. Hè. Zeg maar, ook al jaren 50 van de vorige eeuw, die sfeer die hangt er. En dat is ontzettend leuk. En we hebben daar ook aan gekoppeld een taverne, een bruin café, zoals je dat dan ook gezellig kunt doen. Dus ideale plek voor recepties, maar ook voor zakelijke bijeenkomsten. En die hebben wij inderdaad voor corona heel veel gehad. En we hebben daarnaast een theater. Dus het voordeel is, we hebben 7000 vierkante meter. Dus op alle vlakken hebben wij de mogelijkheid ook om dingen te doen, omdat we ook de ruimte daarvoor hebben. Wij zijn 6 dagen in de week open, van dinsdag tot en met zondag, dus het weekend uiteraard ook, van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Nou, mocht er een evenement zijn, of zakelijk dan wel receptie, dan is het mogelijk om ook daar gebruik van te maken in de avonduren.